Wedstrijden tussen Top Os en Emmen kunnen vrij spectaculair zijn. In het verleden zijn er uitslagen geweest van 4-4, 8-0, 0-4. Alles is mogelijk in deze ontmoeting. Dit is een eerste poging. Peter van Ooyen met de voorzet en dan een halve omhaal van Jardy Hilterman. Gekeerd door de doelman van Top Os, Norbert Alblas. Emmen is beter in de openingsfase. Bij Top Os hebben ze de bus geparkeerd. 4 keer verloren op een rij. En Emmen is gevaarlijk, maar scoren zit er voorlopig nog niet in voor de ploeg van Dick Lukien. Hier eindigt de bal op de bovenkant van de lat. Alblas had dat wel gezien. Van Ooyen zet de aanval weer op. Peter van Ooyen ziet geen kans om uit te halen. Jari Vlak. Luzayadio. Tufiki die laat hem lopen. En dan is dit een heel fraai balletje van Peter van Ooyen. En weer is daar Norbert Alblas. Hij houdt Top Os op de been. Het is eenrichtingsverkeer in de eerste helft. Een doelpunt zou niet onverdiend zijn voor FC Emmen. Vreemde bodem doen ze het overigens vrij aardig. Emmen 2 keer op een rij gewonnen. Het schot lijkt binnen te vliegen van Peter van Ooyen, maar het is gezichtsbedrog. Einde eerste helft met Luzayadio. Houdt de bal binnen. Rui Mendes. De Portugees. Tufiki. Tufiki wurmt zich erlangs, loopt door. Bal gaat terug. En dan is daar Rui Mendes nog. En die prikt hem net aan de verkeerde kant van de paal. Voorbij Alblas. Het is duidelijk, Emmen is de betere ploeg. Maar laat het na te scoren. Top Os dan. De eerste keer dat ze in de wedstrijd in het 16 meter gebied komen van Emmen. De bal gaat hoog over. Poging was van Joshua Sanchez. Goed gedaan door Tejan. En Tejan bedient daar Justin Mathieu. En tegen de verhouding in is het 1-0. En ook in Os doen ze aan de International Coming Out Day. Tussenstand Top Os Emmen, one love. Tejan met het overzicht. En dan een fraaie goal. Justin Mathieu in de 49ste minuut. Alblas doet zijn werk weer achterin bij Top Os. Zo is er een verrassing in de maak. Wellicht, maar niet als het aan Yassine Amin Asenoun ligt. De Fin, de gladde pier van Emmen, schuift hem binnen. En de 120 meegereisde supporters kunnen dan juichen. Met links. Het ziet er simpel uit, deze inzet van Yassine Amin Asenoun. Verdiende goal, dat zeker. Rui Mendes. Mendes voorlangs. En zo blijft het spelbeeld ook in die tweede helft redelijk eenzijdig. Vrijtrap van Mathieu. Kopbal is van Margarita, de invaller. De ploeg van Bob Peters af en toe met speldeprikjes. Maar de ploeg van Dick Lukien heeft het veldoverwicht. Maar het betaalt zich nog niet uit. Maar de wedstrijd duurt 90 minuten. En dus blijft Emmen aanvallen. Het blijft het proberen. Maar daar is Alblas de staande weg vandaag voor de groene van FC Emmen. Hoekschop dan nog in de extra tijd. En dan is het wel raak. Het is Jeroen Veldmaten die bal die verlengd wordt door El Azouzi binnenknikt. En toch nog de verdiende overwinning voor de Drentenaren. Uit een hoekschop is het El Azouzi die verlengt. En Veldmaten staat daar helemaal vrij en kan binnenknikken. En voor de zekerheid nog maar een aanval van FC Emmen. Weer Alblas, de beste man op het veld bij Top Os. Maar hij kan niet voorkomen dat FC Emmen 2 keer weet te scoren. De 3 punten gaan mee naar Emmen. Voor Top Os betekent dit een 5e verlies op een rij.